Hierbij opening deze academische zitting bij de Oefoek van Timoer, het academisch proefschrift getiteld Microenvironmental and Macroenvironmental Improvement of Joint Quality in Knee Joint Pathologies in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte prorector, beste leden van de oppositie, mijn promotoren, co-promotors, familie en vrienden, dank u wel voor uw komst. In de komende 15 minuten zal ik u een kort overzicht geven van de resultaten die gepubliceerd zijn in mijn proefschrift, genaamd Microenvironmental and Macroenvironmental Improvement of Joint Quality in Knee Joint Pathologies. Ik wil graag beginnen met wat cijfers uit 2020, de meest recente cijfers over het ziektebeeld artrose. Er waren in 2020 ruim 1,5 miljoen mensen gediagnosticeerd met artrose, waarvan ruim 900.000 vrouwen, ruim 500.000 mannen. Zoals u hieronder in de grafiek ziet, is artrose op de derde plek van veel voorkomende ziektes in Nederland in 2020. Daarbij wil ik ook vermelden dat als we kijken naar de ziektelast, artrose tot de top 5 ziektes van de ziekte, tot de top 5 behoren van ziektelast tussen mannen en vrouwen, en bij vrouwen zelfs naar beroerte op nummer 2 staat. Het is dus een ziekte met een grote impact op het menselijk lichaam, en we hebben behandelmethoden voor deze ziekte nodig. Als we kijken naar de verschijnselen bij artrose, zien we dat artrose gekenmerkt is door kraakbeenschade, ontsteking, pijn en stijfheid. In dit plaatje ziet u een vooraanzicht van het kniegewricht en in paars ziet u het kraakbeen. En wat belangrijk is om te realiseren is dat op dit moment de behandeling voor artrose kan bestaan uit pijnstillers en fysiotherapie. En als dit niet afdoende is, is onze enige oplossing helaas het plaatsen van een totale knieprothese, wat een invasieve behandelmethode is. Nou, waar wordt artrose nou door veroorzaakt? Er zijn eigenlijk verschillende factoren die kunnen leiden tot het ontstaan van artrose. Enkele factoren die daarbij aan bijdragen zijn veroudering, overgewicht, bepaalde genetische factoren, bepaalde dieetfactoren. En het trauma van de knie bijvoorbeeld, als iemand zijn knie verdraait. Op het trauma van de knie wil ik me nu gaan focussen. In de volgende slide. Zoals ik al zei, is paars het kraakbeen van het kniegewricht, wat de uiteinden van het kniegewricht bekleedt. En ik wil het eigenlijk vergelijken met een gladde weg. Wat kan er gebeuren als er een knie verdraaid is, als de patiënt zijn knie verdraait,
kan er een gat in die gladde weg ontstaan. Dat is eigenlijk een zogeheten defect in het kraakbeen. U kunt zich voorstellen dat als hier mechanische krachten overheen komen, in de loop van de tijd dat dat gat groter wordt. En dat zien we ook naarmate de tijd vordert bij een kraakbeendefect, dat het kraakbeen slijt en dat er artrose ontstaat. Zoals ik zei, is kunstknie een final resort om het kniegewricht te redden, maar we hebben innovatieve behandelmethoden nodig om artrose te kunnen behandelen. En daar heb ik mij in mijn proefschrift op gefocust. Ik wil beginnen met de vraagstelling van hoofdstuk 2 en 3. Zoals ik zei, het gat in de weg willen we kunnen repareren om dat kraakbeendefect goed te herstellen. Onze vraagstelling in hoofdstuk 2 en 3 was: kunnen we kraakbeencellen kweken om dat defect goed te herstellen in het laboratorium? Wat we hebben gedaan is, we hebben kraakbeencellen in hoofdstuk 2 met een lagere zuurstofspanning gekweekt en in hoofdstuk 3 door er zout bij toe te voegen. En wat we zagen is dat er een soort eiwit genaamd collageen type 2 omhoog ging. En daar was een groeifactor bij betrokken genaamd TGF-beta 2. Dus we hebben de kraakbeencellen eigenlijk een zo goed mogelijk uiterlijk proberen te geven door deze kweekmethode. Nadat we dit hadden bevestigd, dat we kraakbeencellen konden kweken om dat kraakbeendefect zo goed mogelijk te herstellen, hebben wij ons in hoofdstuk 4 gefocust op het vetlichaam van Hoffa. Het kniegewricht is een afgesloten ruimte, zoals u hier ziet. Het blauw is het kniegewrichtsvloeistof, het paars is het kraakbeen. En er zit een hele grote vetweefsel in ons kniegewricht vlakbij het kraakbeen, dat het vetlichaam van Hoffa heet. Zoals u misschien kan herinneren, zei ik dat artrose gekenmerkt wordt door ontsteking. We weten uit literatuur dat dat vetlichaam van Hoffa ook ontstoken kan raken. Daarom was onze vraagstelling in hoofdstuk 4: kunnen we ontsteking in het vetlichaam van Hoffa remmen bij patiënten met artrose of bij patiënten met een kraakbeendefect? Wat we hebben gedaan is, we hebben patiëntmateriaal verzameld van patiënten met artrose en van patiënten met kraakbeendefect. Dat vetweefsel hebben we gekweekt in het laboratorium en we hebben er een ontstekingsremmer bij toegevoegd, genaamd celecoxib. Vervolgens hebben we de mate van ontsteking gemeten. Ik neem u graag mee naar de eerste resultaten. Hier links ziet u een figuur waarbij de puntjes de verschillende patiënten voorstellen. En op de y-as ziet u de mate van ontsteking. We zagen dat bij de artrosepatiënten twee subgroepen konden onderscheiden worden in mate van ontsteking. Zoals u hier ziet, ziet deze subgroep en zoals u hier ziet deze subgroep. En dat was significant hoger ten opzichte van patiënten met een kraakbeendefect in mate van ontsteking. Onze volgende vraag was: als we daar nu een ontstekingsremmer bij toevoegen, kunnen we dan de mate van ontsteking remmen? Dit zijn die drie subgroepen van patiënten en die punten stellen weer verschillende patiënten voor. En in alle drie de patiëntengroepen, de patiënten met veel ontsteking in hun Hoffa, de hoogartrosegroep, lage artrosegroep en de kraakbeendefect patiënten, konden we bij alle drie de groepen door het middel van toevoegen van dat medicijn die ontsteking remmen. Dus concluderend had celecoxib een ontstekingsremmend effect op het vetlichaam van Hoffa. Nadat we die vraagstelling hadden beantwoord, vroegen wij ons af: oké, als we ontsteking gaan remmen, hoe moeten we dat dan doen? Moeten we dat dan bijvoorbeeld door middel van orale pijnstillers doen, of orale ontstekingsremmers? Of moeten we dat doen door middel van een directe injectie in het kniegewricht? Hoe kunnen we dat het beste toedienen? Wat we hebben gedaan is, we hebben in literatuur gezocht naar het effect van die ontstekingsremmers, genaamd selectieve COX-2-inhibitoren, waarvan celecoxib 1 is. En we hebben gekeken of dat een positief effect had op het kraakbeen. Wat we vonden is dat er 18 artikelen onderzoek hadden gedaan naar het effect via de orale toediening en 7 artikelen via een injectie in het kniegewricht. We zagen dat 9 artikelen bij de orale toediening geen positief effect had op kraakbeen. En we zagen dat 5 artikelen via de injectie in het kniegewricht methode een positief effect had op kraakbeen. Onze hypothese was: als je een medicijn direct in het kniegewricht injecteert, is het op de plaats waar het moet zijn. Dus dat zou onze hypothese bevestigen dat dat misschien het meest effectieve methode is.
Alleen u kunt zich voorstellen dat als je een injectie in een kniegewricht plaatst, dat dat heel invasief is. Het kan pijn doen en we weten niet hoe lang het in het kniegewricht blijft. Misschien moeten we dat heel vaak injecteren en dat zou voor een patiënt niet prettig zijn. Wat je zou kunnen doen is een bolletje injecteren in het kniegewricht, wat je kan laden met een medicijn. En waarbij dat bolletje het medicijn over een lange periode langzaam in het kniegewricht kan afgeven. Zodat je eigenlijk maar misschien één keer hoeft te injecteren over een lange tijd. Dus onze vraagstelling in hoofdstuk 6 was, kunnen we een vertraagd medicijnafgiftesysteem ontwikkelen voor gebruik in het kniegewricht? Wat we hebben gedaan is, we hebben artrose laten ontwikkelen bij een proefdiermodel, bij ratten. Ik zie u kijken, hebben ratten een voorste kruisband? Ratten hebben een voorste kruisband en een meniscus. En als je die deels verwijdert, dan kan artrose ontstaan. We hebben na die operatie 4 weken gewacht. En vervolgens hebben we die bolletjes waar ik het zojuist had, geïnjecteerd in het kniegewricht van de rat. Na 3 en 12 weken hadden we 2 analysemomenten waarop we hebben gekeken. 1. Hoeveel bolletjes zijn er nog aanwezig? En 2. Hoe ziet het kniegewricht eruit? Met een bepaalde techniek kan je dan het kniegewricht visualiseren. Dit zijn de eerste resultaten van hoofdstuk 6. Om u een idee te geven, dit is een microscopenplaatje van zo'n bolletje. Dat ziet er zo uit. En hier rechts op de grafiek ziet u dat over een periode van 80 dagen het medicijn langzaam afgegeven werd. Wat we ook zagen is, dit is zo'n foto van het kniegewricht. U moet voor mij aannemen dat dit het kniegewrichtsruimte is. Dit is het bindweefsel, binnenbekleding van de knie. Dit zijn de bolletjes die we hebben geïnjecteerd. Dat liet een milde ontstekingsreactie zien. Het toonde aan dat het gewrichtsvriendelijk was. Het gaf geen kraakbeenschade. Dus dat was voor ons een teken. Deze bolletjes zouden potentieel gebruikt kunnen worden voor gebruik in het kniegewricht. Dan is het natuurlijk de volgende vraag. Als je dat injecteert, breekt het überhaupt af? Wat wij zagen na 12 weken, dat de bolletjes kleiner werden. Dus dat de bolletjes afbraken. Dat is een gunstig teken. Wat we ook zagen is dat er minder ontsteking in het kniegewricht was bij de bolletjes geladen met het medicijn celecoxib. En die bolletjes waren dan ook groter in vorm dan de bolletjes die niet geladen waren met medicijn. Onze hypothese is als volgt. Als er ontsteking is in het kniegewricht, breekt het bolletje af, wordt het bolletje kleiner. Wat er dan gebeurt is dat er medicijn vrijkomt. En dat medicijn kan vervolgens, als het een ontstekingsremmer is, ontsteking remmen en dus eigenlijk zijn eigen afbraak reguleren. Dan kom ik bij de vraagstelling van hoofdstuk 7. Ik heb besproken dat er verschillende behandelmethoden zijn om de kniegewrichtskwaliteit te verbeteren. We hebben eigenlijk ook methoden nodig om het effect van onze behandeling te meten. Als we een behandeling toepassen, wat gebeurt er dan? In het kniegewricht heb je verschillende weefsels. Ik heb het zojuist gehad over het vetlichaam van Hoffa, kraakbeen, maar ook andere weefsels zoals meniscus. En het zou mooi zijn als we specifieke biomarkers kunnen vinden die ons wat kunnen vertellen over de informatie van specifieke weefsels in het kniegewricht als we een behandeling toepassen. Wat we hebben gedaan is, we hebben bij 4 artrosepatiënten die verschillende weefsels verzameld en gekweekt in het laboratorium. En we hebben ook kniegewrichtsvloeistof van artrosepatiënten en patiënten zonder artrosepatiënten verzameld. En we hebben type soort eiwitten gemeten in die vloeistoffen en in die kweken van die weefsels. Hier ziet u een plaatje. Dit is een statistische analyse en elk puntje moet een patiënt voorstellen. Elke kleur is een verschillende type weefsel. En u ziet dat de 4 verschillende weefsels op aparte locaties zijn. Dat betekent dat er statistisch gezien verschillende eiwitten aanwezig zijn die specifiek zijn voor een bepaalde weefsel. Hier ziet u de resultaten van het kniegewrichtsvloeistof. Rood is geen slijtage, dus geen artrose. Groen is patiënten met artrose. En ook hier ziet u dat die verschillend clusteren, dus dat er een verschil in eiwitgehalte is tussen die gewrichtsvloeistoffen. Dit betekent dat er zowel weefselspecifieke als artrose-specifieke eiwitten zijn. Hier ziet u het aantal eiwitten dat we vonden. Wij vonden 62 eiwitten die hoger aanwezig waren in de kniegewrichtsvloeistof van artrosepatiënten. 39 van deze eiwitten vonden wij ook terug in die weefsels die we hebben gekweekt. En 19 waren ook echt specifiek voor een type weefsel. We vonden 234 eiwitten
die hoger aanwezig waren in niet-artrose patiënten. 56 hiervan waren uitgescheiden door weefsel en 54 waren weefselspecifiek. Hiermee kom ik op een samenvatting van de bevindingen gepubliceerd in mijn proefschrift. In hoofdstuk 2 en 3 lieten we zien dat we dat gat in de weg, dus dat kraakbeendefect, beter kunnen proberen te herstellen door kraakbeencellen te kweken met zout of met een lagere zuurstofspanning. In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat we ontsteking kunnen remmen in het hoogasvetlichaam met celecoxib. In hoofdstuk 5 en 6 hebben we een vertraagd medicijnafgiftesysteem ontwikkeld in het kniegewricht. En in hoofdstuk 7 hebben we weefsel- en artrose-specifieke biomarkers gevonden. Hiermee kom ik op het eind van deze overzicht. Ik zou graag het woord willen teruggeven aan de prorector. Dank u wel alvast voor de aandacht. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor Van Ginsven, hoogleraar regeneratieve geneeskunde aan deze universiteit en tevens voorzitter van uw beoordelingscommissie. Professor Van Ginsven. Dank u, heer prorector. Geachte kandidaat, als eerste van harte gefeliciteerd met dit boek. Ik las in het voorwoord dat u als kind was dat uw doel een boek in de boekenkast te hebben. Hij staat bij mij in de boekenkast en natuurlijk ook aan uw promotieteam. Ik wilde graag beginnen met u met te discussiëren over stelling nummer 8. En ik wilde graag een van de paranimfen vragen dat voor te lezen. 8. The combination of clinical, demographical, imaging and biomolecular biomarker data can lead to patient-specific OA treatments, which will aid in postponing total knee joint arthroplasty for a growing number of young OA patients. Hartelijk dank. Geachte kandidaat, ik vind dat een interessante stelling die u daar heeft. Hoe ziet u dat dan? Wat is dan specifiek uw patient-specific treatment? Is dat, u heeft uw behandeling regiment en zegt oké, bij deze patiënt neem ik die of neem ik die? Of is dat denk ik meer tot het echt helemaal patiëntenspecifiek gaat zijn? Ja, hooggeleerde opponent, dank u wel voor de vraag. We weten dat bij artrose verschillende subtypen artrose zijn beschreven, zoals bijvoorbeeld een inflammatoire fenotype of een bony fenotype. En op dit moment, als klinische trials worden gedaan met medicijnen die artrose kunnen moduleren, disease-modifying OA drugs, zien we eigenlijk dat we niet zoveel succes hebben als bij bijvoorbeeld reuma. En deze stelling focust zich eigenlijk ook op waarom kunnen wij geen succesvolle medicijnen ontwikkelen. Ik denk omdat 1. De ziekte heeft een traag verloop over de jaren heen. En 2. Er zijn verschillende subtypen artrose. Dus het is niet één ziektebeeld. Dus als je bijvoorbeeld ontstekingsremmers gaat gebruiken bij een subtype die eigenlijk niet gekenmerkt wordt door ontsteking, dan is mijn mening dat je dat niet effectief kan behandelen. Dus dat ben ik helemaal met u eens, absoluut. Als we dan naar hoofdstuk 6 gaan, dan gebruikt u zoiets om de inflammation, dus de ontsteking te remmen. En u kijkt daar ook naar, u gebruikt dan ook HL60-cellen, dat zijn zo neutrofielen. Ik was een beetje verwonderd, want eigenlijk is artrose een chronische ziekte. En bij een chronische ziekte, ja, daar zie je ook T-cellen, je ziet macrofagen, regulatory T-cells, dat soort dingen. Waarom heeft u voor neutrofielen gekozen? Ja, de reden om te kiezen voor neutrofielen is, de bolletjes die we hebben gebruikt hebben, zijn polyesteramide microspheres en die reageren op serineprotease activiteit. En van die neutrofiele cellijn was bekend dat het een hogere serineprotease activiteit vertoont. Dus dit was puur een proof of principle om te laten zien, deze bolletjes kunnen afbreken als je ze blootstelt aan serineprotease. En hoe is het dan in vivo, als het in de patiënt doet? Want daar zijn bijna geen neutrofielen als je naar artrose kijkt. Dat klopt. Alleen wat wel bekend is, is dat bij artrose bijvoorbeeld eiwitten zijn die serineproteases zijn. HTRA1 uit mijn hoofd. En elastase, dat zijn allemaal serineproteases. En ik denk dat in vivo niet per se de neutrofielen zullen veroorzaken dat die bolletjes afbreken. Maar ik denk wel dat we door middel van eerst die in vitro experiment hebben aangetoond. Oké, de bolletjes breken af op basis van serineprotease activiteit. Ik laat ook in een figuur in hoofdstuk 6 zien
dat als je synovium conditioned medium, dus het medium van synovium, toevoegt bij die bolletjes, dat je dat kan afbreken. Dus ik denk dat er in de in vivo situatie niet per se neutrofielen verantwoordelijk zijn voor de afbraak, maar dat er wel voldoende bewijs is dat de bolletjes kunnen afbreken door eiwitten geproduceerd in het kniegewricht. Oké. Als we dan naar kijken naar die afbraak en de afgifte van het celecoxib, dan gaat het over 80 dagen. Maar cumulatief komen we maar op 50%. Wat gebeurt er met de overige 50% en is dat iets wat we willen verbeteren? Willen we naar 100% cumulatieve afgifte komen? Ja, we hebben geprobeerd om te kijken, komt dat celecoxib in het bloed? We hebben ELISA's gedaan van de proefdiermodellen van de rat uit het bloed. En we konden het helaas niet detecteren. Dat kan twee dingen betekenen. Eén, onze assay heeft niet gewerkt. Of twee, de concentratie is lager dan de detectielimiet van de ELISA. Ik weet niet over hoeveel dagen het wordt afgegeven, want we hebben celecoxib niet gelabeld of iets. Maar het feit dat je na 3 weken nog geen verschil zag tussen de geladen en de niet-celecoxib geladen bolletjes, na 12 weken wel, toont wel aan, denk ik, dat het tussen die 3 en 12 weken nog wel echt bioactief is geweest. Dan zou je het verschil niet zien. Maar heeft het gemeten in plasma? De celecoxib? Ja. Ja, hebben we gemeten in plasma. Maar u heeft het in het kniegelenk, in het kniegewricht ingebracht? Ja, we hebben het in het kniegewricht erin gebracht. Hoe denkt u dat het celecoxib in het plasma, hoe goed is dan een waarde voor wat er in het kniegewricht eigenlijk gebeurt? Ja, we hadden wat technische problemen om het celecoxib in het kniegewricht te detecteren. We hebben de hele knie gehydrolyseerd en geprobeerd te meten in het kniegewricht zelf. Dat is ons helaas niet gelukt. Het kan zijn dat de concentratie onder de detectielimiet was, ook bij die analyses. Alleen, we hebben tot nu toe helaas niet het celecoxib in het kniegewricht zelf kunnen aantonen. We hebben alleen indirecte methodes aangetoond dat het in het kniegewricht zit. Want in hoofdstuk 6, in een van de eerste figuren, laat ik ook zien dat de totale prostaglandine content verlaagd is bij de celecoxib geladen bolletjes ten opzichte van niet celecoxib geladen bolletjes. Dus dat pleit ervoor dat het wel in het gewricht wordt afgegeven en daar bioactief is. Wat ik ook interessant vond, is dat de geladen bolletjes eigenlijk niet zo snel degraderen als de niet geladen bolletjes. Ja. In uw voorstelling, in uw presentatie, heeft u al een beetje laten zien waardoor dat eventueel zou komen. Heeft u nog andere ideeën? Ja, het kan natuurlijk, het kan direct de activiteit zijn op die serineproteases. Maar we weten ook bij de proteolytische enzymen dat er ook interacties kunnen zijn, bijvoorbeeld tussen de MMP's en de serineproteases. Mm-hmm. Dus het kan ook zijn dat een MMP minder wordt geactiveerd door een bepaalde specifieke serineprotease, zodat het een indirect effect is. Dat zou misschien een andere verklaring kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja. Ik ben tevreden met uw antwoorden. Hartelijk dank en ik geef terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Karperien, hoogleraar Developmental Bioengineering van de UIT Universiteit van Twente. Professor Karperien is online aanwezig. Welkom en graag uw vragen. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, laat ik beginnen met u te feliciteren met het gereed komen van uw proefschrift. Ik heb hem met veel aandacht en interesse gelezen. Er zitten een aantal hele interessante bevindingen in. En ik zou graag ook uw promotiebegeleidingsteam willen betrekken bij deze felicitaties. Ik wil graag een aantal topics met u kort bespreken. En het eerste topic gaat over uw werk aan hyperosmolariteit. Hè. U merkt terecht op dat gezonde kraakbeencellen blootgesteld worden aan een hyperosmolaire omgeving, als je het vergelijkt met de osmolariteit van het plasma. En daar ziet u allerlei effecten. Ik ben eigenlijk een beetje benieuwd naar waar komt dan die hyperosmolariteit vandaan in dat gewricht en in dat kraakbeen? Kunt u daar iets over zeggen? Hooggeleerde opponent, het kraakbeen is inderdaad wordt beschouwd als hyperosmotisch. En het kraakbeenmatrix bevat eiwitten, collageen type 2 en proteoglycanen. En van die proteoglycanen weten we dat ze sidechains hebben, glycosaminoglycanen, die met negatieve ionen zijn bemand. En die zorgen voor waterattractie in het kraakbeenmatrix, wat de osmotische druk zou veroorzaken.
Ja, ze trekken zout aan, inderdaad. En daar komt die hyperosmolariteit voor een deel vandaan. Maar als je dat verder brengt naar het synoviaal vocht, hoe zit het daarmee? In het synoviaal vocht is de osmolariteitsomgeving uit mijn hoofd lager dan in het kraakbeen. Ik heb daar geprobeerd ook zelf ooit onderzoek naar te doen, literatuuronderzoek. Maar heb eerlijk gezegd niet veel artikelen kunnen vinden die dat beschrijven. Ik weet eigenlijk ook niet uit mijn hoofd wat de waarde daarvan is. Ik kan me voorstellen, omdat in plasma is het 280 milliosmol, de osmolariteit. En omdat synoviaal vocht een filtratie is van plasma, dat de kans bestaat dat dat eigenlijk ook wel in die range zal zijn. Ja, volgens mij is de osmolariteit van het synoviaal vocht ook een stukje hoger dan van het plasma. En ook met name omdat daar heel veel hyaluronzuurmoleculen, negatief geladen hyaluronzuurmoleculen in zitten. Maar u stelt zich vragen over het mechanisme. Hè, van waarom verandert die hyperosmolariteit nu? En daar zou ik graag wat verder met u over willen praten. Want wat zou de consequentie kunnen zijn van een hyperosmolaire omgeving op cellen? En met name op celvolume. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat als je de osmolariteit verhoogt in de omgeving van zo'n kraakbeencel, dat het zal krimpen. Mm-hmm. En dat die cellen kleiner worden. En, het zou kunnen dat dat effecten kan hebben op het cytoskelet. Daarmee bepaalde groeifactoren zou kunnen activeren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld TGF-beta, waar ik onderzoek naar heb gedaan. Wat het fenotype van de kraakbeencel zal verbeteren. Ja. Nee, mee eens. Hè. De cellen zullen krimpen. Wat betekent dat voor de concentratie van stoffen in de cel? Die zullen hoger zijn. Die zullen hoger zijn, als ja. Als het gaat, dan zal de concentratie in de cel verhoogd worden, inderdaad. Ja. Het kan zijn dat dat dan inderdaad bepaalde pathways, intracellulaire pathways activeert, of post-mRNA stabilisatie kan beïnvloeden, waarbij je toch verhoging van kraakbeen specifieke genen kan krijgen, wat resulteert in betere eiwitten, hogere eiwitgehalte. Ja. Betere matrix. Ja, mee eens. We noemen dat volgens mij molecular crowding. Hè? Want alle signaaltransductie-intermediairen die in de cel zitten, komen dichter bij elkaar te zitten. En daardoor verandert de efficiëntie waarmee signalering kan plaatsvinden. Als ik dat dan een beetje verder trek, hè, want u zegt van ja, we eigenlijk kweken we heel veel van ons in vitro werk doen we of bij een normaal fysiologische zuurstofspanning, hè, dus 20% zuurstofspanning, wat afysiologisch is voor kraakbeen. We kweken onze cellen allemaal in een laag osmolair medium, of een normaal osmolair medium, terwijl het eigenlijk hyperosmolair medium zou moeten zijn. Wat vertelt ons dat over de waarde van al die celbiologische experimenten die de afgelopen 20, 25 jaar gedaan zijn? Ja, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat de experimenten die wij doen, dat op één celtype is. Ik weet dat u en uw groep een prachtige publicatie hebben uitgebracht in Nature en een review hebben uitgevoerd over joint-on-a-chip models, hè, waarbij je eigenlijk het hele gewricht, de interacties kan analyseren. Ik denk dat dat ook de toekomst moet zijn als je dit soort van biofysische factoren onderzoekt. Dat je niet alleen naar één celtype kijkt, maar dat je straks ook echt, wat u zegt, het synoviaal vloeistof probeert te recreëren. Andere weefsels erbij brengt, die interacties onderzoekt. Ja, u vermijdt een beetje de vraag. Want ik wil eigenlijk graag uw mening horen over wat u vindt van al het celbiologische werk wat we tot nu toe gedaan hebben, of heel veel celbiologische wat we tot nu toe gedaan hebben, waarin we al die cellen gekweekt hebben onder eigenlijk de verkeerde zuurstofspanning, onder de verkeerde osmolariteit. Wat zijn de implicaties daarvan, naar uw mening? Ja, mijn mening is, zoals ik in hoofdstuk 2 en 3 laat zien, dat als je het onder biofysische omstandigheden kweekt, dat het een veel betere fenotype kan geven dan onder niet-biofysische omstandigheden. Dus mijn voorkeur zou verdienen om, als wij later celregeneratieve therapieën toepassen, bijvoorbeeld bij een kraakbeencel, om wel echt rekening te houden met de biofysische omgeving van de kraakbeencel. Ja,
Oké, okay. Ik kan u niet verleiden tot een boude uitspraak, merk ik op. Maar goed, ik ben het met u eens. Een daaraan gerelateerde vraag is, wat natuurlijk voor de hand ligt, is natuurlijk ook om osmolariteit en zuurstofspanning te gaan combineren. Heeft u dat ook gedaan? Want dan maakt u het nog normaler, zou je kunnen zeggen. Ja, ik weet dat een van mijn copromotoren daar wel onderzoek naar heeft gedaan. Ik ben daar zelf niet bij betrokken geweest, maar dat zou natuurlijk een volgende stap zijn om die allebei te combineren. Zodat je en eventueel ook pH van zo'n chondrocyt biofysisch te houden. En dan die factoren combineren om de fenotype van die cel nog beter te maken. Okay. Ja. Ik weet niet, meneer de prorector, of er nog tijd is voor een kleine andere vraag. Of... De vraag, kort antwoord. Graag kort antwoord. Oké. Okay. Omdat die osmolariteit ook zeg maar, eigenlijk in de omgeving zit, ook in het synoviaal vocht zit. Nog een laatste vraag over die onderscheid tussen micro- en macro-omgeving. Want uiteindelijk zegt u van die Hof of Fatspet die scheidt allerlei prostaglandines uit en andere inflammatoire stoffen. Maar die werken natuurlijk allemaal lokaal op die cel. Dus waar zit hem nu dat onderscheid tussen micro en macro? Ja, dat onderscheid kan ik helaas niet kort beantwoorden, maar als ik het toch moet proberen. Het is een grijs gebied, daar ben ik het met u eens. Micro en macro, en dat heb ik zelf gedefinieerd. En dat heeft meerdere perspectieven hoe je dat kan zien. En ik ben het met u eens dat je ook het Hof als vetpad zelf als macro-environment kan zien. Mm-hmm. Dus hoe je er naar kijkt. Ja. Oké, okay. Goed, dank u wel. Ik geef het woord terug aan meneer de prorector. Dank u wel en dank voor het korte antwoord. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Van Loon, lid van de beoordelingscommissie en tevens hoogleraar fysiologie, inspanning en voeding aan deze universiteit. Professor Van Loon. Geachte kandidaat, gefeliciteerd met uw proefschrift en daar wil ik natuurlijk ook uw promotieteam bij betrekken. En daarbovenop wil ik eigenlijk u ook complimenteren met een enorm duidelijke presentatie. Dat u deze materie toch op een hopelijk redelijk duidelijke manier het kan uitleggen iedereen. Dat is mijn compliment. Natuurlijk niet alleen complimenten. Ik heb ook het gelezen vanuit mijn eigen werkveld. Fysiologie en van inspanning en voeding. En dan gebruik ik ook wel eens in vitro modellen. En dan ben ik altijd een beetje kritisch. Dan denk ik van ja, in hoeverre vertaalt zich dat naar in vivo? Net zoals de vorige opponent. Wij kijken dan veel naar nutriënten. En aanwezigheid van nutriënten. Dat zie ik bij uw in vitro modellen niet terugkomen. Wat is de nutriëntstatus en in hoeverre reageren daar de chondrocyten op? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de complimenten voor mijn presentatie en over mijn proefschrift. Wat betreft nutriënten bij kraakbeencel ben ik het met u eens dat dat toch ook een belangrijke invloed speelt. We weten dat kraakbeencellen, chondrocyten vooral teren op een anaerobe metabolisme. Ik heb in mijn proefschrift geen onderzoek gedaan naar de nutriënten, maar ik ben het met u eens dat dat toch wel een belangrijke factor is bij zo'n kraakbeencel om ook mee te nemen, inderdaad. Maar ik neem nu aan dat u in uw medium wel kijkt naar bijvoorbeeld wat de glucoseconcentratie is, want u refereert zelf naar de energiehuishouding, u geeft aan dat het met name glycolytisch is. Maar stel dat er onvoldoende glucose beschikbaar is, zou u een enorm probleem hebben in een vitro-model. Dus of het nu representatief is voor het in vivo situatie, maar het is ook voor uw model natuurlijk heel belangrijk. Weet u daar iets van? Heeft u daar iets van gemeten? Of? Nee, we hebben geen glucoseconcentraties gemeten in het medium. We hebben eigenlijk een gestandardiseerd medium gebruikt waarvan bekend is dat de kraakbeencellen eigenlijk overleven. Door middel van bijvoorbeeld LDH-metingen. Die laten zien dat ze in die situatie voldoende voedingsstoffen hebben om te kunnen overleven. Maar dat is een aanname, denk ik, want de DMEM die u gebruikt is gewoon een standaard DMEM, neem ik aan. Dat klopt. En u begon zelf over de glucose. Ik doel zelf meer op aminozuren, omdat daar mijn werkveld natuurlijk veel op ligt. Maar we weten dat collageen natuurlijk enorm veel gebruik maakt of bestaat uit specifieke aminozuren. Weet u iets van de aminozuursamenstelling van in uw standaard DMEM? En of dat eigenlijk representatief is voor wat voorkomt in het synovium of in het plasma? Ja, ik weet dat er leucine zit in het DMEM uit mijn hoofd en arginine.
Alleen ik heb niet in paraat van wat voor type voedingsstoffen er precies in dat medium zitten. Dat antwoord zou ik me schuldig moeten blijven. Ik hoop in ieder geval dat er alle aminozuren in zitten. Want anders kan u met uw collageen heel weinig uitrichten natuurlijk. Want er is turnover. Alle levend weefsel heeft turnover. Maar met name doe ik natuurlijk op de glycine en de proline. Wat toch voor 50% uit uw kraakbeen bestaat. En als dat onvoldoende er is, kunt u weinig kweken natuurlijk. Ja. Dat ben ik met u eens. Nou, dan wil ik graag eigenlijk verder gaan, want wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus het zou gek zijn als ik niet zou zeggen over fysieke inspanning. Wat ik interessant vind van uw andere hoofdstukken is dat u COX-inhibition gebruikt natuurlijk. Wat een standaard procedure is bij de behandeling van osteoartritis. Maar wat ik absoluut vreemd vind vanuit mijn toestand is dat als we een fysieke inspanning doen, waarvan we weten dat het ook heel belangrijk is bij de behandeling van osteoartritis, dat je dan juist ook expressie krijgt. Expressie, geen inhibitie van COX-1 en COX-2. Dan lijkt het dus op alsof het ene medicijn, fysieke inspanning, eigenlijk het tegenovergestelde doet wat uw farmacotherapie doet. Hoe kan ik dat rijmen met elkaar? Want ik volg het niet meer. Ja. Hooggeleerde opponent, begrijp ik het goed dat uw vraag is dat als je fysieke inspanning levert, COX-2, COX reageert, en dat u zegt, u heeft zelf COX-inhibitie toegepast. Dus dat rijmt niet met elkaar. Ja, wat we weten is dat als je inspanning doet, dat het voor het kraakbeen positief effect heeft op de glycosaminoglycanen. Zoals ik in de introductie heb omschreven, patiënten met paraplegie zien we verminderde glycosaminoglycaan-content. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat direct ook te maken heeft met de COX-pathway. Ik kan me wel voorstellen dat er een bepaalde dynamiek is in COX-expressie. We weten van inflammatoire modellen, bijvoorbeeld de Carrigan-model, waarbij de inflammatie gekeken wordt bij COX, dat die COX verschillend reageert, dat het twee pieken heeft, een vroege piek en een late piek. Ik zou me kunnen voorstellen dat bij mechanische belasting inderdaad er wel een piek komt, maar dat dat niet per se destructief hoeft te betekenen voor het kraakbeen en dat het misschien een... Als het een uit de hand gelopen inflammatie wordt, dat het dan pas destructief is voor het kraakbeen. Ja, maar dat lijkt me dus dan klinisch een hele moeilijke beslissing van wanneer is iets uit de hand gelopen en hoe ga je dat natuurlijk definiëren. Want we weten van studies met bijvoorbeeld trainingsresponsen voor mensen, is dat als je bijvoorbeeld de oxidatieve stress wegneemt door antioxidanten te gebruiken, dat heel je trainingseffect weg is. Dan doe je eigenlijk, ga je elke week voor niks naar de sportschool. En geldt ook voor de inflammatoire stress die je induceert. Dus je hebt eigenlijk te maken met twee verschillende mechanismen die op een verschillende manier, intermitterend of chronisch, plaatsvinden. Hoe moet u daar niet als bazaal wetenschapper, maar hoe gaat u daarmee om als arts? Wat moeten we dan doen? Moeten we dat acuut onderdrukken? Moeten we het chronisch onderdrukken? Wat is onze beste optie? Ik ben het met u eens dat het een uitdaging is om te definiëren van wanneer is iets uit de hand gelopen inflammatie en wanneer niet. Alleen ik zou geen onderzoeker zijn als ik dat niet zou willen onderzoeken. Ik zie dat als een uitdaging ook voor later. Dat heb ik ook in mijn discussie geschreven. Hè? Joint inflammation, physiologic or pathologic. Dat is een grote uitdaging, maar ik denk dat we wel in de toekomst met biomarkers, met de combinatie van die klinische gegevens, kunnen kijken. Bijvoorbeeld als we een bepaalde behandeltherapie toepassen, bijvoorbeeld kraakbeenregeneratie, in een bepaalde kniegewrichtsomgeving, slaagt dat of slaagt dat niet? Zodat we feedback kunnen krijgen van oké, was dit echt een omgeving geschikt voor kraakbeenregeneratie of niet? Dus ik denk dat we daar in de toekomst nog veel over te leren hebben. Maar ik zie dat wel als een uitdaging. En ik zou daar mijzelf wel later bezig zien om dat te onderzoeken. Ik had bijna willen vragen of ik een vraag mag stellen. Maar uit de blik van de voorzitter hoor ik al dat dat geen optie gaat worden. Ik was heel blij met dit antwoord. Ik was ook heel blij dat ik pas bij de discussie zag dat u ook voor de fysiologische en de niet-fysiologische inflammatie kwam. Ik ben zeer tevreden met het antwoord en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Van Os, hoogleraar bindweefselregeneratie aan het Erasmus Medisch Centrum. Zij is vandaag online aanwezig en het woord is van u, professor. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte kandidaat, ik wil beginnen met u te feliciteren en daarbij ook u twee co-promotoren en twee promotoren mee te nemen met dit fantastische werk.
U heeft een vrij lange periode van rijping ondergaan, maar het is eigenlijk net zoals met kaas, hè? Het wordt steeds beter. Ik heb gezien dat u vanaf het begin als student in Rotterdam bij een van uw co-promotoren heel hard en enthousiast aan de slag ging. Maar het heeft mij heel veel goed gedaan om te zien dat u in Maastricht ook heeft geleerd om steeds meer uw hoofd te gebruiken. En nu heeft u dit dikke boek geschreven in het Engels, of eigenlijk in 3 talen, staat u hier dat te verdedigen. Blijkbaar heeft een van uw co-promotoren ooit gezegd dat promoveren is als trouwen met de universiteit. En als dat dan echt zo is, dan zijn die artikelen dus uw kinderen. En dan kunnen we spreken van een heel vruchtbaar huwelijk. Nou is het zo dat je als ouder alle kinderen eigenlijk evenveel waardeert, maar ze zijn allemaal anders. Dus ik zou eerst aan u willen vragen, welk van uw kinderen vindt u nou het spannendst of het aantrekkelijkst? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de complimenten en voor deze interessante woorden. Een van mijn kinderen is hoofdstuk 7. Je kan natuurlijk je kinderen nooit van elkaar onderscheiden, maar hoofdstuk 7 heeft wel een aparte plek voor mij. Omdat ik daar toch laat zien dat er weefsel en artrose specifieke biomarkers zijn. En ik zie daar wel niet als stand-alone biomarker, maar als combinatie met andere factoren in de kliniek wel een toekomst in. Mijn voorkeur ging ook uit naar dat hoofdstuk 7. Want daar zit heel veel toekomstperspectief in hoofdstuk 7. Dus ik wil u daar een aantal vragen over stellen. Ik heb maar heel weinig tijd, hè, dus ga er even snel. U weet dat ik altijd veel vragen heb. U heeft weefsel geïsoleerd voor dat hoofdstuk 7 en in kweek gebracht. En dat deed u in ieder geval voor het kraakbeen, maar ik heb nu ook begrepen waarschijnlijk voor die andere weefsels, onder een te hoog zuurstof en te lage osmolariteit. Kan dat een effect hebben gehad op uw resultaten? Ik heb moeite om u heel goed te verstaan. Was de vraag dat de kweek in lagere osmolariteit was geweest? De kweek heeft u niet gedaan. Effect... Ja. Hooggeleerde opponent, dat kan zeker een invloed hebben op de resultaten. De reden dat wij daarvoor hebben gekozen is dat we de 4 verschillende weefsels in eenzelfde osmolariteit wouden kweken. En dat is eigenlijk ook de reden dat we dat toen hebben gekozen. En dat was ook compatibel met de analysemethode die we hadden gedaan. Dus vandaar dat we daarvoor hebben gekozen. Oké, nou heeft u ook vrij lang gekweekt. Dus 48 uur. Eerst 24 uur voorgekweekt, daarna nog 48 uur doorgekweekt. Om dat secretoom te verzamelen. Nou heb ik ooit van masspec mensen gehoord dat het eigenlijk beter is om maar die eerste 6 uur te nemen. Dan is het nog een beetje fysiologisch. Waarom heeft u er toch voor gekozen om zo lang te wachten? Ja, we wilden eerst sowieso een periode van 24 uur van een soort van equilibratie, zodat eventueel... celdood, factoren zoals celdood of eiwitten, cellen die zijn geklapt, zeg maar, met exclusie van eiwitten, zodat we die konden wegwassen. En reden dat we voor 48 uur hebben gekozen, was dat we uit andere artikelen hadden gevonden dat het geen celdood in die setting zou geven op de explants die wij hebben gebruikt. Je ziet wel in onze data dat er wat eiwitten zijn die bijvoorbeeld histonen, et cetera, die zouden kunnen wijzen op celdood. Dus we kunnen celdood niet per se uitsluiten in onze experimentele setting. Maar we weten ook, ik heb experimenten gedaan over een periode van 72 uur met het medicijn celecoxib. Dan zien we bioactieve respons op dat medicijn, dat eigenlijk aantoont dat er wel vitale weefsels zijn, ook na 72 uur kweken. Ik zou er niet zo bang voor zijn dat het niet leeft, maar wel dat het misschien anders is dan in het gewricht. Maar laten we er even van uitgaan dat het allemaal oké is. En ik vond dat hoofdstuk eigenlijk zo interessant, dat hoofdstuk 7, dat ik ook de supplementary figures heb opgezocht. En in supplementary figure 7 staat een tabel waarin staat welke factoren verschillend zijn tussen artrotisch synovium en gezond synovium. En het is heel aardig om te zien dat een aantal van die factoren ook door kraakbeen, synovium, hoffa of meniscus worden uitgescheiden. Maar de verschillen tussen artrose en gezond vond ik redelijk klein. Dus ik weet eigenlijk niet goed wat dat betekent in het gewricht. En wat ik eigenlijk heel interessant vond, is dat ruim een derde van de factoren
wordt niet uitgescheiden door kraakbeen, meniscus, synovium of hoffa. Een derde is best veel. Zo, waar komen die factoren dan vandaan? Het kan zijn dat het natuurlijk eiwitten zijn die ontstaan zijn door filtratie van serum. Dat dat die eiwitten zijn. Het is natuurlijk altijd lastig om te beredeneren van komt het eiwit vanuit weefsel of bijvoorbeeld vanuit plasma. We weten wel dat er bepaalde factoren, dat heeft collega Klokkaerts ook beschreven, zoals bijvoorbeeld adiponectines, fosfatin en resistin, verschillende groottes hebben in eiwitgrootte en desondanks toch hoger aanwezig zijn in synoviaal vocht versus de andere, wat zou betekenen dat het wel echt lokaal geproduceerd wordt. Dus ik weet niet wat van alle eiwitten die wij hebben aangetoond, wat de synovial fluid to plasma ratio is. Maar ik kan me voorstellen dat er wel echt eiwitten zijn die echt lokaal door de weefsels worden geproduceerd en we die detecteren. Maar je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat er ook een component zit van plasma eiwitten. Ja. Dus die een derde, laten we dan aannemen dat het niet komt omdat u verkeerd gekweekt heeft, maar dat factoren zijn die vanuit het systeem komen, hè? Dus vanuit het bloed. Dat duidt dan dus op een verschil tussen systemisch verschil tussen uw artrosepatiënten en uw gezonde patiënten. Nou heeft u daar de supplementary figures liggen? Zelf of niet? Nogmaal. Supplementary 8 en 9 liggen. Oké, en supplementary table 1 en 3. Daar laat u zien de patiënt en de donor karakteristieken. En normaal gesproken zou ik zeggen, Paranimf, kom het even ophalen, maar het is een beetje ver nu. Maar ik kan u zeggen, vertalen zeg maar hier, dat de artrosepatiënten waren allemaal vrouw en de donoren waren allemaal man. Nou ben ik hier de enige vrouw in de commissie, dus daar moet ik dan natuurlijk toch wel even een vraag over stellen. Die een derde eiwitten die verschillend zijn, is dat een man-vrouw verschil? Ik denk niet dat het een man-vrouw verschil is. De reden dat we voor 4 vrouwen hebben gekozen in de massaspectrometrie data is dat we hadden toch een beperkt aantal patiënten. Dus 4 is een relatief beperkt aantal patiënten. En we weten dat er een grote donorvariatie zou kunnen zijn tussen bepaalde patiënten. En dit was een eerste experiment om die weefselspecifieke eiwitten te detecteren. En daarom hebben we eigenlijk gekozen, dat was arbitrair. Het was niet per se het moet vrouwen zijn of het moet een man zijn. Maar we hebben 1 keuze gemaakt en we hebben ook echt gematcht op basis van BMI en of er geen andere comorbiditeiten waren. Puur om onze data zo zuiver mogelijk te proberen te houden. Voor dat eerste experiment om weefselspecifieke eiwitten te kunnen detecteren. En de reden dat die andere 10 man zijn, is omdat dat zijn gezonde patiënten waarvan het materiaal al schaars is. En dat was een aangeschafte synoviaal vocht. En we hebben niet bewust gekozen dat allemaal mannen moesten zijn. Het waren toevallig allemaal mannen, maar u noemt ze gezond. Maar dan kijk ik hier naar waarom ze zijn overleden. En dan staat er dat ze bijvoorbeeld leverkanker hadden. Of metabole encefalopathie. Of cardiac arrest. Of chronische longafwijkingen. Is ook allemaal niet zo gezond. Dus hoe zeker bent u nu dat de verschillen die u vindt komen door artrose en niet door vrouw, man, allerlei rare ziektes? Ik ben niet zeker of dat. Dat zijn natuurlijk confounders die ook verschillen kunnen veroorzaken. Alleen de eiwitten die wij hebben gevonden, die worden ook beschreven in literatuur als verschil tussen artrose en niet-artrose. En ik denk wel dat het echt gerelateerd is aan het ziekteproces artrose zelf. En niet aan al die confounders die u noemt. Al die comorbiditeiten zijn wel allemaal verschillende comorbiditeiten. En we zien wel echt een trend tussen elke patiënt, zeg maar. Ja, het zou wel raar zijn dat als de ene met encefalopathie verhoogde fibronectin heeft en de andere met cardiac arrest ook verhoogde fibronectin. Ja, dat matcht niet. Dus die 10 die verschillende comorbiditeiten hebben, dat is sowieso ook een heterogene comorbiditeitgroep. En het enige wat ze gemeen hebben is wel artrose. Maar ze hebben niet die comorbiditeiten hebben ze niet gemeen. Dus ik vind het waarschijnlijker dat het door de artrose komt, eerlijk gezegd. Oké, dank u wel. En hoe gaat u dit dan verder? Want dat is uw lievelingshoofdstuk. Hoe verder? Of het antwoord graag.
hoe verder? Ja, ik zou graag grotere patiëntenaantal willen hebben. Ook met mannen en vrouwen van verschillende BMI's. Het liefst zoveel mogelijk. En dan kijken of dat gerelateerd is ook aan een bepaalde stadium artrose. Dus ook bijvoorbeeld door vroeg artrose patiënten mee te nemen. Dus daarmee wil ik zeggen, patiënten die de Kerdner-Lauwers graad 1 of 2 bijvoorbeeld hebben. Om te kijken hoe dat in de tijd zich laat zien, die weefselspecifieke biomarkers. Dank u wel, kijk ik naar uit. Ik ben helemaal tevreden met de antwoorden. Ik geef het woord terug aan de rector. Dank u wel, professor Van Os. De oppositie zal worden voortgezet door dokter Bos, orthopedisch chirurg aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, die wij hier verwelkomen vandaag. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, allereerst wil ik u feliciteren van harte met het gereed komen van uw proefschrift. En daarbij wil ik ook uw promotoren en co-promotoren betrekken. Ik heb het met veel plezier gelezen en ik ben onder de indruk van uw persoonlijke introductie en de manier waarop u het onderzoek heeft gepresenteerd en beschreven. U heeft ook mooi weergegeven dat u Rotterdamse invloeden heeft. En dat lees je goed terug in het proefschrift. En dat onderstreept de sterke band die onze onderzoeksgroepen ook hebben opgebouwd in de loop der jaren. U geeft in mijn beeld mooi aan dat orthopeden vaak goede oplossingen hebben voor eindstadium artrose. En als patiënten jonger zijn, dus bij minder gevorderde artrose, proberen we die processen te beïnvloeden door bijvoorbeeld een kniedistractie of een standscorrectie, zoals u in stelling 6 weergeeft. Ja, maar het is dan toch ook al vaak laat om de processen nog te beïnvloeden. En de groep patiënten waar we graag iets voor zouden kunnen betekenen, is de groep die in het beginstadium van artrose zitten, of wellicht nog geen klachten hebben, maar wel al de factoren bezitten die kunnen leiden tot artrose. Dat is misschien nog wel de spannendste groep. En in dat kader zou ik graag met u van gedachten willen wisselen over hoofdstuk 5. En daarin heeft u een systematic review gedaan van de literatuur, waarbij u kijkt naar de effecten van selectieve COX-2-remming op de bescherming van het kraakbeen. En daarin heeft u preklinische studies beschreven, die zowel systemisch als intra-articulaire behandeling doen. En daar vindt men conflicting evidence. Dus je vindt in een geval wel effect en in andere niet. Dat lijkt wel hoopvol. En de timing van behandeling is daarbij waarschijnlijk ook heel belangrijk. De eerste vraag gaat over die preklinische studies. De duur van behandeling varieert tussen 2 en 20 weken. En mijn vraag is, het effect wat we daar zien, hoe relevant is dat? En hoe lang houdt dat effect aan? En zou het mogelijk zijn om met een dergelijke behandeling de homeostase van het gewricht blijvend te herstellen? Zeer geleerde opponent, dank u wel voor de complimenten. De studies die gepubliceerd zijn in tabel 1 in hoofdstuk 5 laten inderdaad discrepante resultaten zien. Zoals ik ook in de discussie beschrijf, zijn die discrepante resultaten deels te wijden aan type model, concentratie. We zien dat de preklinische studies die de orale toedieningsweg gebruiken wel succes laten zien bij modellen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld injectie van een proteolytisch enzym om artrose te veroorzaken. Hoe relevant zijn deze resultaten? Het blijft lastig om dat echt in te zien. Ik denk dat het lastig is om dit soort diermodellen één op één te correleren met de in vivo situatie bij mensen. Omdat artrose natuurlijk een multifactoriële ziekte is. En wat in deze modellen wordt beschreven zijn toch modellen die misschien niet helemaal correleren met hoe het in de werkelijkheid zich afspeelt. En ook de duur is een interessante. Wat gebruikt wordt zijn NSAID's of selectieve COX-2-inhibitoren die hydrofobe eigenschappen hebben. Zou het zijn dat het misschien in het Hoffa's vetlichaam blijft hangen, wat een vetweefsel is, wat hydrofoob is, wat dan langzaam het afgeeft? Of zou het zijn dat het snel wordt gecleared? We weten dat in een inflammatoire omgeving het synovium toch permeabeler wordt. En het kan zijn dat Celecoxib heeft een moleculaire massa van 380, dat het toch eruit gefilterd wordt. Ja. Als ik u mag onderbreken. Ja. Want het is natuurlijk interessant om de preklinische modellen te evalueren ook in klinische modellen. Nou, daar zijn 4 studies van gedaan, waarbij een behoorlijk lange behandeling met NSAID's wordt toegepast. Dat zal de gemiddelde MDL-arts zorgelijk vinden. 12 tot 24 maanden. En dan vinden we eigenlijk niet zoveel effect op de uitkomstmaten die gebruikt worden. Dat zijn radiologische uitkomstmaten.
bekend in artroseonderzoek is dat die afwijkingen meestal pas na 2 en soms wel tot 4 jaar pas opgepikt worden. Dus de vraag is of je misschien niet toch effect zou kunnen meten als die studies langer duren. Ja, de studies worden meestal wel gedaan bij patiënten die al artrose hebben. En als je al artrose hebt, wat u zelf ook aanstipt, dan is het toch meestal, als je klachten hebt, dat het richting eindstadium is gevorderd. Dus het blijft lastig om te zeggen van, hoe moeten we dat eerder misschien diagnosticeren? Wat ik in hoofdstuk 7 heb gepubliceerd, zou een methode kunnen zijn om het effect van die weefsels die al pathologie laten zien, om dat eerder te kunnen opsporen. En wat betreft de duur is het denk ik, als je het langer gebruikt, niet per se beter. Ik ben wel met u eens dat als je kijk van radiologische uitkomstmaten. Ja, een röntgenfoto zegt mijn zinziens niet veel. Want ja, je ziet 4 schalen van Kelvin-Lawrence. 3 of 4, ja. Zeg het maar wat het verschil is. We hebben sowieso betere afbeeldingstechnieken nodig. Die ontwikkelen we nu. Tesla, ja, negen, ja. Tesla, MRI's, et cetera. Die beschrijft u ook, hè? Dus die MRI's. Hè? Dan ga je, ja, structureel kijken. Ik had nog een andere vraag. U noemt in die studies ook de anti-nerve growth factor studie. Heel kort, ja. Die anti-nerve growth factor studies laten zien dat er misschien wel een risico bestaat op progressie van artrose of osteonecrose. Het dus kan ook gevaarlijk zijn om pijn te stillen, potentieel. En mijn vraag is nu, is het nuttig om altijd pijnstilling voor te schrijven of zou je het artroseproces daar ook mee kunnen versnellen? Ik denk dat pijn een alarm kan zijn. Dat is inderdaad wat bij die anti-nerve growth factor trials zagen, osteonecrose in de knieën. Ik denk dat die patiënten geen alarm hadden van pijn en dat ze eigenlijk hun knieën meer hebben gedestrueerd door erop te belasten. Dus ik denk dat als we pijnstillers gebruiken, dat we dat met mate moeten doen. En dat zou misschien een hoofdstuk 6 systeem met een autoregulatoire medicijnafgiftesysteem ideaal zijn, die afgeeft op het moment dat je het nodig hebt, op het moment dat de ontsteking omhoog is. Ja. Oké, okay, nou dank u wel. Nou, ik heb nog veel meer vragen, maar de tijd is voor mij. Ik ben tevreden met het antwoord en geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Moroni, hoogleraar biofabricatie voor regeneratieve geneeskunde aan deze universiteit. Professor Moroni. Bedankt meneer de rector. Geachte kandidaat, wat een prachtige boek. Het is een dikke boek, hè? Dus ik heb eigenlijk echt met echt interesse gelezen. Het was een beetje een uitdaging om dat af te maken, maar ik heb dat gedaan. Dus ook mijn felicitatie aan jouw promotoren en co-promotoren, maar ook aan jouw familie, vrienden en collega's. Ik heb eigenlijk ook veel vragen, dus we zullen zien als we kunnen hier een beetje samen dansen of niet. De eerste vraag eigenlijk komt met een kleine vraag aan een van jouw paranimfen. Voor die eerste stelling om te lezen. Dankjewel, opponent. Eerste stelling. Culturing chondrocytes in vitro in a biophysical environment that resembles the in vivo chondrocyte environment improves the expression of cartilage matrix proteins. Bedankt. Nou, wat heb je gedaan, wat heb je niet gedaan in het kader van die biofysische milieu om in vitro te kopiëren, zo te zeggen. Wat je hebt gedaan verbeteren, zodat die biofysische milieu van ons lichaam is beter gerepresenteerd in vitro? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor het compliment. Wat je natuurlijk zou kunnen doen, wat zojuist al te sprake is gekomen, om echt te combineren. We hebben nu alleen maar één type biofysische eigenschap toegepast, lage zuurstofspanning of hogere osmoliteit. Je zou dat natuurlijk kunnen combineren. Je zou ook eigenlijk kunnen kijken naar in vitro modellen waarbij je meerdere gewrichtsweefsels bij elkaar toepast en waarbij je ook gewrichtsvloeistof erbij neemt, om het eigenlijk nog meer compatibel te maken met hoe het in de in vivo situatie is, om die cellen bijvoorbeeld nog betere fenotypen te geven. Wat voor mechanische elementen? Zoals ik eerder zei, zijn er in de literatuur beschreven dat je echt joint-on-the-chip modellen hebt, waarbij je ook echt verschillende compartimenten van een gewricht in vitro kan creëren.
En daarmee eigenlijk ook de in vivo omgeving van een kniegewricht kan proberen na te bouwen. En wat voor mechanische stimulatie bijvoorbeeld? Wat voor mechanische stimulatie? Compressie bijvoorbeeld. We weten dat compressie ook positief effect kan hebben op kraakbenen. Waarbij het, zoals ik in de introductie omschrijf, dat de TGF-beta-SMAT2 signaling kan activeren. Ja, prima. Dankjewel. Nou, denk je dat daar misschien er is ook een rol die biomaterialen kunnen spelen? Jazeker. Wat natuurlijk belangrijk is bij een biomateriaal is dat het biocompatibel is, maar dat het ook in het begin, op het moment dat je die cellen nog niet genoeg matrix hebben aangemaakt, dat het wel biomechanische eigenschappen moet kunnen creëren. De eerste periode kan overbruggen. Dus, hoe zie je dat gecombineerd met bijvoorbeeld die echt interessante werken dat je hebt gedaan in hoofdstuk 2 en 3? Maar ook, zal ik zeggen, of in hoofdstuk 5 en 6, als ik goed herinner, met die microdeeltje voor cholecalciferase release. Ja, je kan bijvoorbeeld, als je een kraakbeendefect hebt, je kijkt met een biomarker, is de ontsteking laag genoeg dat het nog regeneratief therapie toestaat. Kan je een type biomateriaal gebruiken met de cellen. Met de microspheres in hoofdstuk 6, die de omgeving zo optimaal mogelijk maken. Het lastige is wel, soms heb je ook inflammatie nodig natuurlijk om matrix aan te maken. Maar het zijn wel interessante opties om met een biomateriaal, bijvoorbeeld een scaffold, een kraakbeendefect op te vullen met kraakbeencellen. Om dat te kunnen regenereren inderdaad. En verwacht je eigenlijk verschillen als je stamcel gebruikt in plaats van chondrocyte voor de TGF-beta-2 resultaten? Zal ik mijn vraag afmaken? Of? Nee, we stoppen. Oké. Oefoek Tantimoer, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. En ik schors de vergadering.
Ik heropen deze academische zitting. Ufuk Tantimoer, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dit proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Welting is gemachtigd om u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Staat aan. Ufuk, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat is mooi. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Ufuk Tantimoer, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van onze mooie universiteit bevestigd. Ufuk, ik heb de eer om de laudatie toe te spreken aan je. Je hebt een uitgebreid dankwoord geschreven. Ik denk dat veel mensen zich herkennen in het dankwoord. Je kwam bij ons op lab. We memoreerden net nog dat er een labtafel en een balans viel. Je kwam met veel enthousiasme, met veel fantasie. En je schrijft in je voorwoord van, ja, ik was aan het staren door het raam. En ik wilde die overtreffende trap bereiken. Ik mag nu zeggen, dokter Tantimoer, je hebt die overtreffende trap bereikt. En ik nodig je nu uit, denk ik, met de hele commissie, maar ook met de familie, om daar gebruik van te maken. Want ik denk dat dit een onderscheiding is hier, als je promoveert. Dat wil je niet afrekenen met een getal, maar dat je toehoort tot de groep van mensen die we zeggen, laat maar fantaseren, dat wordt wel gestroomlijnd. En ik weet dat ook in de kliniek, dat er warmte was en dat het soms wrijft met de energie die ons allemaal geeft. Ik mis nog steeds het eten wat je beloofd hebt, wat we ooit kregen van je moeder. Maar vanavond gaan we gezellig eten. En ik kan zeggen dat je een bruggenbouwer bent. Je verbindt zowel de kliniek als het basaal wetenschappelijk onderzoek. En je hebt het lab de meeste mensen met elkaar verbonden door de warmte die je geeft. En ik hoop je nog vaker met dit soort gelegenheden tegen te komen, maar ook zeker bij het eten. Dus ik wil deze afsluiten en jou bedanken, maar je familie bedanken. Zeker de oppositie bedanken. Er zijn veel mensen vanuit het basale onderzoek en ik denk dat we ze een mooi inzicht gegeven hebben hoe wij weer vanuit de kliniek denken over basaal onderzoek. Dus bij deze sluit ik af met Horeca Est. En ik hoop dat we vanmiddag gezellig gaan borrelen en nog veel van gedachten wisselen van wat denk ik de basis van dit instituut. Dankjewel, Ufuk. Dankjewel. Zeer geleerde jonge dokter, deze universiteit is altijd trots als zij impact maakt. En wat een betere impact als wij verbinders zoals u afleveren, die inderdaad de brug weten te slaan tussen kliniek en fundamenteel onderzoek. En daarvan heeft u vandaag op een prachtige wijze toog gegeven. Ik sluit af door u, dokter Tantimoer, ook namens de Universiteit Maastricht en het College van Decanen te feliciteren met uw behaalde dokterstitel. En daarmee sluit ik deze academische zitting. Gefeliciteerd. Dames en heren, deze plechtigheid.